De titel van mijn column is Geitenpaadje. Femke Halsema wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam. De commissaris van de koning in Noord-Holland moet nog wel zijn goedkeuring geven, maar dat mag voor Femke de pret vooralsnog niet drukken. Haar naam werd al langer genoemd dankzij de opkomende nationale sport van politici: het lekken van vertrouwelijke informatie. Afgelopen woensdag publiceerde de Volkskrant een artikel waarin de procedure rondom de benoeming van Hubert Bruls in 2012 werd bestempeld als een van de meest aansprekende voorbeelden van politieke intriges en schenden van de geheimhoudingsplicht. Nijmegen staat weer op de kaart als nummer 1. Daar zijn we mooi klaar mee. In 2012 werd er anoniem gelekt uit de Raad. Anno 2018 wordt dat meer dan dunnetjes overgedaan aan een journalist van de Volkskrant. Haar fijn wordt weer duidelijk hoe er al jarenlang haat en nijd is tussen politieke partijen in Nijmegen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Het advies van de Vertrouwenscommissie was helder. Sharon Dijksma stond op 1, Hubert Bruls op 2. GroenLinks was pislink omdat GroenLinks er Tof Thyssen niet bij de eerste twee stond. Via een politiek geitenpaadje wist de Nijmeegse fractie van GroenLinks het voor elkaar te krijgen dat er toch op hem gestemd kon worden. In de categorie slechte verliezers staat de fractie van GroenLinks wel vaker vooraan. Commotie allom. Helaas voor GroenLinks. Tof haalde het tijdens de eerste stemming niet. Gevolg. Ruzie in de tent, intriges, oprakelen van oudzeer, nieuwe beraadslagingen, nieuwe bestemming. En zo werd na urenlange geheime debatten de Nijmeegse P van de A in zijn algemeenheid en Sharon Dijksma in het bijzonder een heel groot oor aangenaaid. En kwam Hubert Brils als overwinnaar uit de bus. Wie in 2012 gelekt heeft, is nooit bekend geworden. De direct betrokkenen verklaarden toen bij de recherche niet te mogen praten vanwege hun geheimhoudingsplicht. Tegen de journalist van de Volkskrant werd ook weer op anonieme basis gesproken vanwege de door hen afgelegde geheimhoudingsverklaring over betrouwbare politici gesproken. Ik vind het gewoon huichelachtig. De Gelderlander speelde een zeer dubieuze rol in deze affaire. Daags na het uitlekken van de naam van Sharon Dijksma, publiceerde de krant een poll met de vraag: Wat vindt u van Sharon Dijksma als nieuwe burgemeester van Nijmegen? Wat er toen aan Bagger over Sharon Dijksma werd gegooid was beschamend om te lezen. Met dank aan de Gelderlander. Ik verwacht van een krant een vlammend redactioneel artikel waarin met steekhoudende argumenten wordt beschreven of iemand wel. Of niet geschikt is als burgemeester. Maar een krant mag zich niet verlagen tot een ijdelsachtige verkiezing. waarbij van tevoren vaststaat dat anonieme vuilspuiters ongeremd hun gang kunnen gaan. Dat lijkt journalistiek gezien nergens op. Dat dit op grote schaal gebeurt op sociale media is al erg genoeg. Afgelopen woensdag stond in de staatscourant de advertentie voor een nieuwe burgemeester van Beuningen. In het buitengebied van Beuningen zijn ongetwijfeld geitenpaardjes. Bij deze een dringende oproep aan de Beuningse Vertrouwenscommissie: hou die geitenpaardjes buiten het gemeentehuis. <tied>